Hallo, ik zie dat iemand bezig is. Hoi, ik ben even iets aan het checken. Hoi, I think everything. Ik heb af en toe geen internetverbinding. Oh, heel vervelend. Heb jij 4G voor mij aangezet? Ja, ik heb het gefixt. Maar ook hier dat ik wat gedaan heb? Met je mobiele hotspot. Met mijn mobiele hotspot. Die jongens weten het nog beter dan ik. Goedemiddag, Loek. Goedemiddag. Nou, maar dat geeft niks. We hebben even tijd. Dit idee. Geef het een vak. Je zit zo. Beeld. Kun je wel zien. Ben ik even helemaal warm van gekregen. Ben ik al live of niet met jou? Wat? Zijn we al zichtbaar voor mensen? Ja, nee, want we nemen het van tevoren op. En dan bewerk ik het, zet ik allerlei teksten onder en jouw informatie. Oh, het is niet live. Nee, maar, je zit er goed bij, ja? Ja, zo okay. Beter. Even kijken hoor. Zo of zo? Zo? Ietsje lager. Zo goed? Nee, want dan val je hoofd. Bedoel je? Nee. Klein stukje anders. Klein zo. Nee, ja. Zo. Dit is perfect. Oké. Okay. Okay. Hey, goeiedag Irma. Hi Loek. Ik begin vandaag met even uit te leggen hoe ik jou ken en waarom ik de moeite waard vond om jou uit te nodigen voor dit interview. Het is heel veel jaren geleden kregen we via Facebook contact met elkaar en je schreef het een en ander, waarop ik zei, goh, stuur eens een stukje van je manuscript naar me toe, want je maakt me nieuwsgierig. Wij woonden toen nog in dat kasteeltje in Bourgondië. En daar kwam een heel pakket aan, je volledige manuscript. En toen ik het aan het lezen was, merkte ik dat ik alleen maar enthousiaster werd. En steeds dacht, ja, maar dit is niet de bedoeling dat het in een kast blijft liggen. Dit is bestemd voor een veel groter publiek dan ik alleen die dit leest. Nou, toen gingen we het contact wat verdiepen. En Peter Jan en ik hebben diverse keer zo even door de tekst heen gelopen, een stukje... Nou ja, wat geredigeerd, maar vooral je bemoedigd. En ja, toen kwam dat grote boek uit, waar we straks uitvoerig over gaan praten. Maar zo begon dus ons contact. En dat is niet meer weg geweest. En toen ik hoorde, en steeds duidelijker werd, alleenstaande moeder met 6 zonen. Toen dacht ik, het beeld wat heel veel mensen van je hebben, is natuurlijk een supersterke vrouw die even alles alleen kan doen. En die pakt het wel op. Toen dacht ik, nee, dat is niet helemaal eerlijk. Nee. Dus ik koos voor jou vandaag. Ik kies elke dag een speciaal kopje voor iemand. En ik koos vandaag voor jou een heel teer bloemetje. En dat tere bloemetje is wel heel sterk. Want het heeft het karakter van, als je erop gaat staan, het, net als de madelief, het herstelt zich weer. En toen dacht ik... Voor de onkruid vergaat niet. Ja, toen dacht ik, dat is Irma ten voeten uit. Je denkt, iedereen projecteert maar, oh die is sterk, die kan er alles aan. Maar ook Irma heeft af en toe een stukje gewoon ondersteuning nodig. En noem maar even af en toe een warme stal, een hand om de schouder. En ze krijgt natuurlijk wel heel veel liefde van de kinderen. Maar dat was toch wel even wat ik kwijt wilde, voordat we beginnen. Ja. Klopt helemaal. Om mensen nou een beetje zicht te laten krijgen op wie jij bent, ga ik altijd met iedereen even terug naar het verleden. Kun je iets vertellen over het gezin waaruit jij komt? Ja, zeker. Ik kom uit een Rooms-Katholiek gezin. Bestaat uit vader en moeder en een broertje van 2,5 jaar jonger. En mijn moeder die was thuis en mijn vader was beroepsmilitair bij de landmacht. En wel een warm gezin. Echt traditioneel. Ik denk gewoon middenklasse. En hoe ik het typeer achteraf, is het van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En wat zullen de buren wel niet denken? En eigenlijk niet een beetje hoofd vooral boven het maaiveld uitsteken. Ja. Dat. Maar van als... simpel is key. Weet je? Ja. Maar als het kleine meisje dan in de 6e klas van de basisschool zit, wie besluit dan naar welke vorm van onderwijs jij gaat? Is dat hoofd van de school? Zijn dat je ouders? Of ben jij het? Nee, hoofd van school, denk ik wel. Met mijn ouders natuurlijk en ik. Ja. Het was een beslissing van alle drie?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar gewoon, er werd gezegd MAVO-advies. Dat is wat ik kreeg. En dat, daar ben ik mee begonnen. En toen, om uiteindelijk naar de muziek-HAVO te gaan. En het conservatorium te gaan doen voor de opleiding klassiek zang, opera. Oké, maar dan komen we daar. Even in de notendop. Je schiet net iets te snel door die jeugdplaat ja, heen. Zo ingebakken, sorry. Maar even terug naar die puber die jij was. Als je terugdenkt met de wijsheid van nu, hoe zou je die periode dan typeren, jouw puberteit, voordat je naar het conservatorium ging? Nou, ik was eigenlijk een heel braaf meisje die echt in het gereel liep. En mijn ouders zeiden eigenlijk ook altijd van, niet echt gepubert. Dat kwam pas later. Dat vonden zij althans. Ik vond dat niet zo. Ik had zoiets van, ja, nee, ik ben uit huis en ik leer mijn eigen lessen nu. En ik zie wat er allemaal mogelijk is. En ik was denk ik wel heel puur en een naïef kind. In die zin dat ik dacht, alles is mooi en leuk en aardig en lief en... pas op het conservatorium ontdekte ik toch ook wel de weerszijde van het leven. Van die eigen beschermde kleine omgeving waar je bent opgegroeid. En liefdevol naar toch ook wel zaken als jaloezie of mensen die hard waren. En dat was voor mij wel nieuw. Ja, maar jij zei zo omschrijft jezelf die puber als dat pure, naïeve kind... die eigenlijk heel positief naar die buitenwereld keek. Wat veranderde er dan in je houding op het conservatorium? Want toen werd de wereld ineens anders voor je. Op wat voor manier dan? Nou ja, ik was, wat ik al zei, ik begon met de MAVO. En ik ben uiteindelijk naar de muziekhaven gegaan. Dat is een onderdeel van het conservatorium. Daar kan je al vakken als muziekgeschiedenis, theorie en toneellessen. En een paar keer per week had je dan zangles en zo. Daar ervoer ik voor het eerst eigenlijk hoe men kliekjes vormen. Yeah. Hoe je je daar buiten kunt voelen staan. Dat heel wel ging. Er zijn echt wel een paar dingen geweest die indruk op hebben gemaakt. Zoals de lerares die tegen mij zei, mijn zanglerares, van de muziektheorie, dat kan elke mogol. Dat moet je gewoon leren, dat. Dat ik dacht, oké. Leraar in de klas die... vreemd ging met de cellisten op school en die daar openlijk over vertelde. En dat eigenlijk, er zaten heel veel balletleerlingen in mijn klas. Het zijn allemaal die kinderen die al dat ook combineren met onderwijs. Dat was toch aan de ene kant best wel een leeg wereldje. Heel oppervlakkig en kinderlijk aan de ene kant, omdat het zo klein was. En ik leek net of ik daar al met een soort van helikopterview boven hing. En dat ik ook echt mijn leraar in de klas gewoon zei van, maar hoezo ga je vreemd dan? En dat is eigenlijk altijd wel iets geweest in mijn leven. Dat ik mensen wel durf te spiegelen en misschien ook vanuit mijn puurheid, niet zo spiegelen van kijk nou hoe goed ik ben. Maar echt vanuit nieuwsgierigheid, die big why, dat heeft er toen al ingezeten. En aanpakken is dat van, ja, waar mensen wat ze doen. En ik weet ook nog wel, dat is dan in het conservatorium binnenkwam lopen 's ochtends. En dan had je zo'n kliekje van operazangers bij elkaar. En van verschillende klassen. En dan was de ene had zo'n stop en er werd ook gelachen van hop, hop. Oh, echt dat je dacht, oh ja, echt de operazangeres. En dan kwam ik aan en dan zei ik heel, eigenlijk normaal van, goedemorgen. En voor het eerst ervaarde ik eigenlijk dat mensen soms geen gedachten zeiden of zo. Helemaal in zichzelf bleven. En daar heb ik me wel, daar begon eigenlijk een beetje dat ik me toch ergens wel anders voelde. Mm. En, maar even terug, dat anders voelen als je zo op het conservatorium bent, terwijl anderen zich zo op de borst kloppen, kijk eens wat een strot ik heb en hoe ver ik al ben, kwam dat eigenlijk voor vanuit een vorm van jaloezie? Was er, want ik bedoel, je was zo puur en je was nog niet helemaal gemangeld door het systeem. Nee. In hoeverre, eigenlijk is mijn vraag, in hoeverre waren ze gewoon bang voor jou? Nou, dat heb ik nooit geweten. En misschien is dat ook niet zo, dat weet ik niet. Maar ik was wel anders in die zin van, ik ging uit, ik ging ook naar de discotheek. Dat waren mensen die het deden. Ik weet wel dat mijn vader altijd zei, die mocht ook wiskunde geven op de universiteit. Hetzelfde van, ja, een heel intelligent volkje. En eigenlijk gaf hij mij altijd het gevoel, en riep dat ook vaak, MAVO-meisje, ah, jij komt wel aan de vent, lekker bekkie. Dus dat is een beetje de onderstroom van mijn gezin waar ik ben opgevoed. Dus
Ik weet ook nog wel, mijn Duitse leraar op het conservatorium, die zei van, we komen alleen op de wereld, we gaan alleen dood. En dat heeft altijd zo'n impact gemaakt. Maar voor het eerst dat ik ging ervaren van, als ik mijn vinger opstak, als ik iets niet begreep, van, wat zullen anderen wel niet van denken? Ja. Weet je wel? Van, ja. Maar en daar ontstond dat voor het eerst eigenlijk. En ik liep met een hotpants op school. Nou, dat is eigenlijk ook nat dan als operazangeres. Dus die ging ook gewoon naar de IT. Voor iedereen die dat niet kent, weet je, lekker stap in Amsterdam. Wat dat betreft, twee kanten. Dus ik ben aan de ene kant heel outgoing. Maar ook wel aan de andere kant introvert. Heel gevoelig en ik mag wel zeggen, tegenwoordig helderwetend. Ja. En voelend. Ja, ik heb altijd wel gevoeld, weet je, ook die teksten met de zangnummers die je moest instuderen, allemaal heel dichtelijk en mooi. Het paste me gewoon niet. En daar begon ook dat ik op een gegeven moment mijn eindexamen HAVO ging spijbelen. In die zin ging ik bij de Koninklijke Bibliotheek zitten. Omdat ik daar mensen zag, ook natuurlijk in mijn leeftijd, dat je jongens ontmoette. En dat vond ik te gek, weet je wel. Echt van leuke gasten, die de economie en bedrijfskunde, heel ander soort mensen. En ik En voel jij dan je collega's, je medestudenten, als een soort in-crowd wereldje, dat je je moest gedragen op een bepaalde manier, ja, waartegen jij je min of meer een beetje afzette? Is het dat vooral? Nou, niet. Ja, dat wel. Alleen dat laatste niet afzetten in die zin van, dat lijkt me leuk, ik ga het lekker anders doen. Maar echt gewoon vanuit wie ik echt werkelijk toen al was. Dat pure meisje die gewoon meerdere facetten had. En ik weet ook nog in die tijd dat ik altijd plaatjes in mijn agenda plakte van topmodellen. Weet je, ik heb later ook een casting modellenbureau 5 jaar gehad. Dus dan plakte ik Naomi Campbell en Cindy Crawford en Christy Turlington. Al die mensen, hun hele wereldje niet, die plakte ik altijd in. En er stond er altijd vanmorgen die en die les of toneelles of theorie leren. Dus ik had toen eigenlijk wel meerdere facetten in me. Maar je voelde ergens dat er op heel veel facetten niet werd aangeslagen. Alleen op dat intellectuele en de tekst diepzinnig kunnen. En waar haal je adem? En ik denk dat ik daarom zo out of the box ben gaan worden. En dat ik authenticiteit zo belangrijk vind. Waar we het nog wel over gaan hebben. Maar daar is dat geboren, denk ik. Ja, maar ik hoor wel twee dingen. Dus aan de ene kant een vader die zegt, goh, maak je niet druk met jouw bekje, sla je wel een leuke vent aan de haar. Dat betekent dat je eigenlijk van één kant heel erg op je uiterlijk werd gericht. Hè? En dus dat je intellectuele en je intuïtieve ontwikkeling allemaal niet zo belangrijk was, want je had toch al een leuk bekje. Dat is natuurlijk, als je er nu naar kijkt, is dat redelijk beperkt gedacht, maar ook eigenlijk kleinerend naar jou als meisje. Ja, is dat zo. Er zat veel meer in jou. En dan het is ook niet zo dat het. Ja. Wat? Sorry, ik laat jou even uitspreken. Ja, en aan de andere kant hoor ik dan zo'n in-crowd wereldje op zo'n conservatorium, waar je eigenlijk ook niet helemaal happy bij voelde. En op het moment dat jij in die Koninklijke Bibliotheek was, dus andere mensen, leeftijdgenoten ontmoeten, totaal andere richtingen, voel ik dat je veel meer open gaat. Dat je daar veel meer. Ja, juist in die diversiteit. Dat jij daar veel meer iemand bent die daarin glorieert en groeit. Herken je dat ook? Ja, dat herken ik ook wel. Ik wil nog heel even zeggen dat jij zegt van dat kleinerende, dat was misschien wel zo. Dat had ik zo kunnen opvangen als kind, als mens. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gevoeld, want mijn vader had wel een soort van zwarte humor die ik gelukkig heb overgenomen. Dus ik kan onder dat topje van die ijsberg kijken. Het was ook niet dat ze geloofden in mij, maar ze hadden wel zoiets van, dat wereldje waar jij nu in zit, dat is intellectueel, maar je is niet zo. Terwijl nu, toch dat je boek hebt geschreven, dat je als spreker op podia staat en ik weet ook nog iemand van een grote dinnershow, de organisator, ik zal geen namen noemen, want iedereen kent hem. Die zei een paar jaar geleden tegen mij, eigenlijk best wel een heel slimme vrouw. Dat is me ook bijgebleven, zo van, oké, wat straal ik dan uit in eerste instantie? En dat is ook wel iets van waar ik me nu helemaal bij neer heb gelegd. Van, dit is wie je, ik heb verschillende facetten. En een keer krijg je dit misschien te zien en een andere keer dat. Maar het is allemaal het totaalpakket Irma. Ja. Ik ben echt van mening, als iedereen dat nou durft en kan en doet, dan zou het allemaal zo makkelijker zijn om zonder maskertje te leven en die druk van hoe het aan het hoort. Ja, precies. Maar oké, we gaan even terug naar jouw levenslijn.
Je hebt, je zit op het conservatorium, want je hebt het conservatorium ook afgemaakt, hè? Nee, niet afgemaakt. Oh, vertel. Ook alweer zoiets. Dat is een dan, hè? Dat is een... Heel veel mensen reageren altijd van, oh wat jammer joh. En dan zeg ik, ja, als je je bevoegdheid tot lesgeven wil hebben en voor 50 euro naar Limburg wil reizen om als solist te zingen, dan wel. Maar ik ben een doener, Loek. En ik zag op een gegeven moment in de kantine bij het conservatorium, had je gewoon prikbord. En daar stond op Joop van den Ende, is op zoek naar acteurs, zangeressen, zangers. Voor grote musicalproducties. En dat was destijds Cyrano de Musical. En Opera's kon, die zocht naar de mensen voor de cast van Carmen. Dus ik heb voor beide toen auditie gedaan. En ik werd bij beide aangenomen, lang verhaal kort. Oh. En ik koos uiteindelijk voor Joop van den Ende. Ja. En daar heb ik het gewoon in praktijk geleerd. Want het is leuk dat je binnen die muren van het conservatorium zit. En dat je eigenlijk tegen de lat wordt gelegd van hoe je theoretische pakken zijn en je software en zo. Terwijl je wel een dijk van een stem hebt. En ik zeg niet dat ik heel slecht was in dat soort zaken, maar het boeide me ook meer. Ik had zoiets, ik wil op toneel staan. Ik wil gewoon heel goed worden. En nog dat mijn zangeres ooit zei van, met zo'n strot zou ik zorgen dat ik in de Met, in de Metropolitan in New York stond over jaren. Nou, net niet gelukt. Maar, en dat vind ik ook niet erg. Dat is, heeft ook met mijn levenslijn, mijn loop te maken daarvan. En, maar vertel eens over die productie bij Joop van den Ende. Want daar heb je uiteindelijk je grote, daar is eind de grote vorming plaatsgevonden van de zangeres in jou. Omdat je daar kon doen. En vertel eens iets over die producties. Hoe heb je dat ervaren? Ja, nou... Ja, eigenlijk ook weer. Ik loop nog steeds tegen een soort vanzelfde thema's aan. Het was natuurlijk ook een hele grote groep, heel hecht. En we stonden elke dag op het toneel, behalve zondag niet. Nee, behalve maandag waren we vrij. Zondag hadden we zelfs 2 voorstellingen. En zaterdag liep ook gewoon door. En de mensen gingen op maandag, de dag dat we vrij waren, vaak ook met elkaar afspreken. Dat ik dacht van, oh, ik moet er niet aan denken. En nee, ik ben niet echt een groepsmens. Ik heb altijd zoiets van... Ik zie het allemaal en ik bekijk het en ik vind het leuk en ik leer ervan. Maar ik ben geen groepsmens in die zin. Ik heb zoiets, zet mij maar voor een groep mensen dan ertussen. Want dan krijgen we toch die menselijke dingen van het, toch de zaken als het geroddel, de achterklap, het jaloers zijn, het klagen. En ik heb me daar altijd wel ergens van gedistanceerd. Ik was vroeger als klein meisje, je had het over die 6e klas lagere school. Ja. Was ik ook wel degene, ik kon met de popiopisch opschieten. Maar ook degene die gepest werden. Ik krijg gewoon kippenvel, als ze dat vertellen nu weer. Raakt me ook. Daar was ik altijd een soort bruggenbouwer. Snap je, het raakt mij. Omdat je dat overal ziet gebeuren, Loek, nog steeds. En ik had niet verwacht dat ik nu zou huilen. Maar... Wat ik vooral hoor is dat jij dus heel gevoelig bent, zeg ook voor de underdog, en dat je eerder daar naartoe trekt dan de clangroepjes die zo helemaal op elkaar afgestemd zijn, een eigen inkrautwereldje hebben. En, ja, klopt. En hetzelfde ervaring. Ik wist ook nooit bij wie ik moest. Ja, en dan bij Joop van den Ende ervaar je opnieuw dat het zo'n inkrautwereldje ontstaat. Maar... goed, je hebt er wel een groot stuk van je vorming, van je muzikale vorming, daar ervaren. En wanneer komt de liefde in je leven? De grote liefde? Liefde? Ik heb verschillende liefdes wel gehad. Maar ten tijde van Cyrano de Musical ontmoette ik in het uitgaansleven mijn man. Daar ben ik echt mee getrouwd. Daar ben ik 4 jaar mee samen geweest. Van mijn 24ste tot 28ste. Zoon van een miljonair. Echt het leventje van... gaan we op vakantie. Zijn vader die trok gewoon een blik open met gewoon geld. voor extra centje mee. We konden elke dag bewijzen van naar de traiteur. Om gewoon een kilo pasta te halen. Of truffel. Of feestjes te geven. En we zijn ook echt getrouwd in mijn ouders huis, achtertuin, een grote villa met muzikanten en een grote partytent en cateraars. Dus dat wereldje ken ik heel goed.
En, het wereldje van de miljonair, ja. Van de glamour en glitter. Nou ja, van de glamour en de glitter, inderdaad, wat jij zegt. En, ja. En de famous, en de mooie mensen, en de slanke mensen, en de zogenaamd succesvolle mensen. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt. Inclusief dat castingmodellenbureau, wat mezelf ook aansprak. Weet je, dat is de uiterlijkheden van de mens. En niks daarop afgevende, want... ja, dat vind ik mooi. Dat past er ook bij. En het is mooi als je voor jezelf kan zorgen dat je er leuk goed uitziet. Dat jij in ieder geval lekker in je vel zit. Maar ik heb ook de andere kant meegemaakt van armoede. En zelf ook een paar maanden achteraan met de voedselbank ooit gestaan. Dan sla ik al een heel stap over. Dus je moet hem maar even terugnemen. Ja, even die kant ken ik ook. Oké, okay. Yeah. Want nu ga je de sprong te groot. Wat heb je geleerd in dat wereldje waar je toen met je eerste man, met glamour en glitter, wat is daarvan bijgebleven? En dan bedoel ik van positieve punten, maar ook wat zijn leerpunten geweest voor jou in die periode? Ja, nou, dat wou ik wel zelf aanhalen inderdaad, van wat positief is dat je dat toch hebt mogen meemaken. Hè, het gemak waarmee dingen gaan. Dag jongen. Een van mijn jongens gaat even weg. Ja. Het zien ook hoe makkelijk het is om letterlijk met geld te zwaaien om bij een club binnen te komen als je samen bent. En de uitmijters bij een tent staan en iedereen staat in de rij. En mijn ex-man die deed dan zo en dan werden we naar voren getrokken. Dus dat heb je allemaal wel gezien en op dat moment allemaal leuk en aardig. Maar achteraf denk je daar natuurlijk ook na. Ik heb genoten van die rijkdom en het naar kan gaan en Chica, noem maar op. Mooie landen mogen zien, duurste hotel, dineren aan het water 's avonds in 5-sterren hotels. Maar ik ervaarde toen eigenlijk ook al ergens dat als wij bijvoorbeeld samen in zijn wagen waren, knopje drukken en een cabrio, dak ging er vanzelf af. Zo stonden we ook als in Haarlem achter een paar vuilnismannen met een wagen en dat hij dan kon roepen van rij eens door met je koffiemolen. Nou, ik schaamde me echt dood dan op dat soort momenten. En dan zei ik ook van, doe even normaal. Maar dan denk ik van, natuurlijk was hij ook jong, hij is daar ook in gegroeid hoor. Maar dan zie ik wel van hoe we in een bepaalde illusie leven. Wat, kijk naar deze coronacrisis. Het kan zo onderuit worden geslagen dat je zelf ook aan de beurt bent om achteraan aan te sluiten bij je voedselbank. En dat rijkdom is... Het gaat om rijkdom in je leven, de dingen, de dankbaarheid, het proces waar je doorheen gaat, de lessen die je leert. En dat voelt rijk. Als je dat kan omarmen, durft te omarmen en daardoor een sterker en een liefdevoller en een beter mens voelt. Dat ja, en wat in mijn gesprekken tot nu toe steeds naar buiten komt bij alle mensen, is dat het uiteindelijk gaat dat we leven vanuit onze essentie. En die essentie... Het is zo vreemd als je daarbij stilstaat, is toch die oeroude katholieke vraag, waartoe zijn wij op aarde? En dan hoor je ze mooi, we hebben als kind al geleerd om hier en hiernamaals gelukkig te zijn, maar je kunt pas gelukkig zijn als je leeft vanuit die essentie. Dus leef met de talenten die je gekregen hebt en dat je die niet alleen voor jezelf gebruikt, maar ook voor je medemens weet te gebruiken. Ik merk dat ik... Ik zeg het heel veel, ik zeg het voorzichtig. Ik merk dat ik soms wat ingehouden, misschien zijn het wel oordelen, naar hele rijke mensen die het krijgen van vader op zoon en die daar niet echt voor hebben hoeven te werken, dan zie ik vaak dat ze niet hun gebruik maken van hun talenten, maar leven vanuit vanzelfsprekendheid. Ik kan flappen, ik kan met mijn flappen waaien en ik krijg gedaan wat ik wil hebben. Maar niet wat ik niet wat ik verdien of niet wat ik echt nodig heb om vanuit die essentie te leven. Dus ook hun les, hè? Ja, natuurlijk. Er zijn er die daar fantastisch doorheen komen. Dus ik heb helemaal geen moeite in die zin met rijke mensen. Als ze maar werken met hun talent en niet op hun talenten zitten. Ja, ik snap het. Want hoe heb jij dat ervaren? Je zegt op een gegeven moment kwam ik ook, was dat in die periode of na die periode... Heb ik ook achteraan gestaan in de voedselbank? Was dat daarna? Ja. Wat gebeurde? Gaan heel snel door. Wij zijn gescheiden na 4-5 jaar. En ook omdat hij kinderen daar niet klaar voor was. Maar ook de dingen die er gebeurden. Zoals het voorbeeld dat ik net vertelde.
Of als er goede vrienden van hem kwamen, dan was het naar een feest van zo, Henk, wil je nog een lekker cognacje? En als mijn broer kwam, ook gewoon een simpele jongen die hard werkt in de horeca, dan was het ja, gewoon allemaal anders, weet je wel. En ik zag het wel als soort van masker, van kijk, ik ben een mooie golden boy en niet echt en puur. En ik begrijp ook wel, als je van een huis vanuit rijkdom op jezelf gaat wonen en gelijk trouwen, dus nooit op jezelf eerst gewoond en dat heb ervaren, dan sla je eigenlijk wat stappen over. En ja. Nou ja, dat maakte dat wij uit elkaar gingen. Toen was ik een jaartje of 28, 29 en Irmaatje ging weer terug naar Amsterdam, want ik was destijds bij Cyrano de Musical, dat speelde in Carré. En toen gaan we verhuizen naar Amsterdam. Een slechte verdorven stad, volgens mijn ouders, maar ik had het helemaal naar mijn zin daar. Toen ben ik 2 jaar vrijgezel geweest en ontmoette ik mijn inmiddels ex, de vader van al mijn 6 jongens. Dat is altijd vraag 2, hè, van hoeveel vaders zijn in beeld. Dat is altijd heel trots, ik heb er maar 1. Maar die ontmoette ik online. Het was een jaartje of 31. Nou, lang en kort, ik ben over een periode van 10 jaar zwanger geweest en 9 keer zwanger geweest, waarvan 2 miskramen, 1 vroeggeboren kindje, Noah, jongetje ook. Wat ik goed verwerkt heb, vandaar dat ik daar zo makkelijk over kan praten nu. En 6 gezonde jongens op de wereld heb al gezet. Zes jongens? Ja, 6 jongens, hè? Eigenlijk 12, hè? Ja, ja. Maar als je dat nou, als je dat nou plaatst... Allemaal levensjes! Ja, maar als je dat nou zo plaatst in de spirituele lijn, dan zeg je, je bent dus volledig omgeven met de mannelijke energie. Wat kan jou dat vertellen? Wat zegt dat mij? Nou, daar heb ik al. Ik zeg heel eerlijk, en met alle de mensen te spijt die dat wellicht schande vinden, ik ben daar altijd open over. Ik had zoiets van, oké, ik ben voor het eerst zwanger, ik wil een jongen, en dan lijkt me een leuke meisje. Zo'n koningsgezin, weet je, standaard. En dat ging dus even helemaal anders. Nummertje 2, nummer 3. Elke keer met 15 weken lag ik al op de tafel om te kijken van, wat zit er in mijn buik? Ja. En dan was ik nieuwsgierig en ik wenste echt een meisje. En ik snap ook waarom ik dat wenste, daar kom ik later nog op terug. En ik heb echt wel even een traantje gelaten als ik hoorde dat die vrouw dan zei van, buik met zo'n kastje en een tv'tje van, oh, ik zie het al hoor. Nou, dan weet je, ze bedoelt, er hangt wat tussen de beentjes en het is weer een jongetje. Dus ik heb daar best wel in die zin dat ik soms even moest slikken en tegelijkertijd ook altijd... gelukkig was dat ik gezond zwanger mocht zijn. En het ging al goed. Ik werd snel zwanger. Ik me viel heel makkelijk. Oh, dus de clichés zijn waar van, hè, als maar gezond is. Maar ik heb wel een tijd gehad. En dat heb ik nu, godzijdank, kan ik zeggen, niet meer. Maar ik heb wel een tijd gehad dat ik echt er niet mee kon leven. En dat ik dacht, ik ga door. Ik wil echt nog een meisje. Toch maar weer proberen. En ook zelfs verdiept in hoe je de kansen kunt vergroten op het geslacht wat je zou wensen. Ja. En dat deed dus geen afbreuk aan als het jongetje er was en dat ik ervan hield en zo. Maar dat heb ik wel gehad. En de reden dat ik graag een meisje wilde, heeft toch zijn oorsprong, denk ik, in het feit dat, dat ik met mijn moeder... ik heb een liefdevolle relatie, zeg maar. En het is je moeder. Maar we zijn eigenlijk totaal anders. En wat kan Irma daarvan leren? Zo kijk ik ernaar. Maar het zorgde er bij mij wel voor dat ik graag een meisje wilde om het wellicht anders te doen. Om wel die echt hele pure, gekke dingen doen, band te ervaren die ik eigenlijk nooit zou hebben. Op dat facet niet heb ervaren. Ik miste ook zussen. En dat ik echt onwijze vrienden heb gehad. Wel één op één of eens een keer mee uit. En daar ben ik helemaal content mee nu. Maar dat zijn wel die facetten geweest dat toch ergens in mij destijds, niet nu meer, dat ik een soort van invulling voor. Want iemand zei ook wel eens tegen mij van, ja, misschien is het maar goed dat jij geen meisje hebt gekregen. En mogen krijgen. Omdat jij wellicht al jouw onvervulde verlangens had geprojecteerd op jouw dochter. En dan denk ik van, nee, dat zou ik niet gedaan hebben. Omdat ik me daar bewust van zou zijn geweest. Ik heb pittig kort kappenschotje, tuinbroek en misschien val je op hetzelfde geslacht. En wilde je niet in die tutu? Dat was het niet. Het ging bij mij echt dieper. Het was niet van, ik wil een meisje, want leuk roze jurkje en ze moet ook op belet of dit of dat. Nee.
Het was echt wel die vrouwelijke energie die ik ergens miste. En om daar misschien ergens in te helen. Ik weet het niet, zoiets. Denk ik. Maar ik vind dat al het getuige van een hoog bewustzijn. Dat je dus zo kijkt dan naar eventuele meisje. En dat je daar ook je eigen helingsproces mee zou kunnen versnellen. Aan de andere kant, ik vind, je hebt schatten van kinderen. Ik zie ze regelmatig zo voorbij komen op Facebook. En, ik zal ze een beetje... En laatst had ik even helemaal alleen maar zo te kijken naar die 6 boys. Want toen was je oudste zoon, was toen ook thuis. En toen dacht ik, goh, het zijn geen 6 stoere binken. Er zit wel heel veel vrouwelijkheid, ook in de verschillende jongens. En toen dacht ik, oh, wat mooi. Ja. Wat? Ja. En, ze zijn allemaal hooggevoelig. Ja, ja, en dus ja. Ik denk dat ze hoogsensitief zijn. Maar het is heel mooi om te ontdekken, door de manier waarop jij in je leven staat, dat jij zo bezig, niet bezig bent, maar ze moeten jongensachtig gedrag vertonen, ze moeten jongenskwaliteit ontwikkelen. Ik zie dat jij heel erg staat voor, ze mogen er zijn, met wie ze zijn. Ja. En, dat, ja, en vooral dat... hun vrouwelijke kantjes ook laten zien. Ja. En dan zie ik zo... wat die is. Ja. Ja. En dan vind ik het prachtig om te zien dat ze jou af en toe verwennen, zo met een ontbijtje of dat ze koken voor je. En dan zie ik zo die tafel staan en denk van, heerlijk. Aan de ene kant lijkt het een mannenhuishouden, maar de andere kant is er ook heel veel fijngevoeligheid. Want ze houden allemaal, dat zie ik, ze houden allemaal van sfeer die jij creëert. En dat zegt toch ook iets, niet alleen de kwaliteit van jou als moeder, maar het zegt ook iets van de kwaliteit die aan de kinderen al aanwezig is. Dus ik vond dat ontroerend. Ja, okay. Nou, mooi te horen. Ja. Even terug. Met die man kreeg je 6 prachtige kinderen. Kreeg je 6 prachtige kinderen. Toch liep het op een bepaald moment, heb je afscheid genomen van hem. Wil je delen met ons wat de reden was waarom je niet verder ging met hem? Nou, dat is wel een proces geweest, hoor. Ik moet je heel eerlijk zeggen, en mijn moeder zegt vaak, waarom gingen jullie dan door met kinderen willen krijgen als het al zo lang niet goed voelde? En ik steek mijn hand in mijn eigen boezem als het gaat om toch dat gevoel van proberen. Hè? Je bent zo lang bij elkaar, je hebt een paar kinderen, dus je probeert steeds maar. Ja. En, ook die wens, hè, die kinderwens, en dat ik een dochter wilde. En niet dat dat de reden is dat je bij elkaar bleef. Maar het belangrijkste is wel van dat je gewoon een gezond gezin wil blijven. En wat er gebeurde is op een gegeven moment tijdens de crisis van 2008. Mijn ex-vriend, hè, want dat is de vader van mijn kinderen eigenlijk. Yeah. Omdat ik daar niet mee getrouwd was. Die was commando. Inmiddels ex-commando. Nou, zijn geschiedenis was eigenlijk zo, en ik bedoel, je hoort het nu maar van één kant, maar ik weet dat hij dat zou kunnen beamen. Dat is niet echt heel liefdevol geweest, begrip. Andere tijd, andere periode. Ouders van na de oorlog. Doe maar normaal, hè? Doe je gek genoeg. Dus daar vonden wij elkaar ook in eerste instantie in. Ja. Ik weet nog dat hij zei van, zijn moeder vond dat maar niks, een zangeres, weet je wel. Dus ik had al gelijk zoiets van, what the fuck is dit? Dat gevoel. Ja. En, dus hij was eigenlijk een ADHD-kind. In die tijd was dat nog niet bekend. Maar er werden ook letterlijk dingen tegen hem gezegd wat te maken heeft met je bestaansrecht. En dat je moeder dat tegen je zegt. Dat je denkt dat ik zou worden van, wow, best wel heftig dat je moeder dat zei. En ik zal dat niet helemaal hier nu zeggen, maar... Hij heeft zich echt willen bewijzen, omdat hij een zo lastig kind was. En ik weet ook dat hij zich heel eenzaam voelde op de middelbare school. Dat hij eigenlijk nergens heen kon. En dan zit je toch als hooggevoelige jongen, en nu? Dus zijn ouders zeiden, ga jij maar lekker met de politie of het leger. Nou, dat was het leger. En hij ontdekte dat hij daar toch heel makkelijk door die opleiding heen ging. Hij, dat mannelijke, het fysieke. En ja, dat doet iets met je als vent. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Ik bedoel dat je opklimt, dat je door de opleiding komt, dat je trots bent. En voor het eerst, en niet binnen je eigen familie, maar toch dat gebroederschap van bij elkaar verbonden voelen met je maten, dat raakt hem nog steeds, als hij daarover spreekt. Maar wat hij miste in zijn jeugd. Dus dat vond hij bij de commando's. Juist. En hij werd commandant. Ja. Ja.
commando's, dat is toch een beetje een elitevorm binnen het leger, waar heel veel aanzien naar is. Dus hij werd gezien, hij werd gehoord, aanzien. En allemaal aspecten. Door de groene beret. Ja, allemaal aspecten die hij dus van thuis uit niet meegekregen had. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij daar glorieerde. Ja, nee, maar dat is ook zo. Hij heeft ook wel eens gezegd van misschien had ik niet zo lang moeten blijven in het leger. En uitgezonden worden Afghanistan en Bosnië. Ik ben nu 40 en ik wil niet in een lijkenzak terugkomen. Dat was zijn verhaal waardoor hij bij Mike, een van de zoons van ons, zei van ik stop ermee. Toen is hij bij het ministerie van Defensie gaan werken. En ik maak even een snel stapje. Uiteindelijk wilde hij in het bedrijfsleven ook gaan werken. En was een slimme man, grote man. We vielen in elkaar omdat ik ergens in mijn vader, die was wel denk ik hoogbegaafd en slimme man, maar toch ergens een vorm van Asperger waarschijnlijk, achteraf gezien. Door artsen in de familie van zijn kant, die dat zeiden tegen mijn moeder toen hij op sterven lag. Dus ik weet nog dat mijn vader ook wel eens op bed dan ging liggen en zei, ja, zeg maar. Weet je wel zo van, dan zeg ik, mama, papa wil niet praten. Dus vandaar dat ik mezelf misschien even aangeven wilde praten. Maar dat gedeelte, dus die vader, zag ik eigenlijk min of meer een beetje in mijn ex. Ja. De vader van mijn kinderen, omdat hij groot, sterk, hij ging het wel regelen en alles zou goed komen. Dat gevoel. Ja. En hij had zoiets van een koude moeder, afstandelijk, die gaf zo een hand toen ik op dat bed lag en net bevallen met 300 erop. Ik dacht, ik zet lekker 300 erop. Terwijl, dat vindt ze niks. Dat gevoel. Dus hij vond mij een bubbly personality en daar viel hij in die warmte. En dus dat matcht dan lekker. Ja. Alleen dien je wel in een relatie samen te groeien, waar je ook staat. En dat maakt nu ook dat ik echt aan de slag wil, ook, of al doe met mensen. Die bewustwording, dat zo belangrijk is. Van waar kom je vandaan? Wat zijn je roots? Wat heb je gemist? En waarom vind je dat nodig dat je dat nu in de ander vindt? Daar ben je niet van bewust, maar we doen het wel met z'n allen. Ja. En dat geeft me ook gewoon weer kippenvel. Dat is echt dat ik denk van, ja, dat vind ik zo belangrijk. Bewustwording, bezieling en leiderschap nemen over jezelf in het leven. En het leven is niet alleen maar een feestje. We moeten zelf die slingers ophangen. En ik zeg altijd, de shit in je leven, ga daar mest van maken. En het zijn vaak vermomde cadeautjes die je daar juist in vindt. Exact. In pijn, in lijden. Als je dat kan omzetten naar kracht en de positiviteit en zelfs liefde en vergeven. Iets wat ik ook met mijn ex nu echt ervaar. Dat ik dat echt kan en doe. En dat je nu gewoon contact kunt hebben met elkaar. Ja, zeker. Zelfs samen een drankje doen voor de jongens. Of hij kwam hier toen met de verjaardag van een van de jongens 2 maanden geleden. Toen ging hij nog broodjes halen en zo. Dat doen we dan wel. Dan ga ik een beetje gek op stoot zitten. Zo. Dat doe ik ook voor de jongens. Dat ze zien, weet je wel, het kan dus ook zo. En ik heb ook dingen gezegd dat je denkt, ja, niet goed misschien voor kinderen. Maar hoe menselijk is dat? Ja. Als je maar niet stil blijft zitten en in dat negativisme. Juist. En nou ja, weet je, wij waren dus een tijd samen. En wat ik zeg, die crisis van 2008, hij had inmiddels een goede baan. In het bedrijfsleven, omdat er echt iemand binnenkwam, een leiderschap productie van een van de bedrijven in Amsterdam. Dus wij gingen van Den Haag, waar mijn moeder woonde en waar ik ben opgegroeid, het conservatorium, en hij bij het ministerie van Defensie in Den Haag zat, gingen wij verhuizen naar richting Amsterdam. En daar, lang verhaal kort, door de crisis en hij via als uitzendkracht werd weggezet eigenlijk, verloor hij 2 keer zijn baan binnen een jaar, een half jaar tijd. Dus dat doet wat met een mens waarschijnlijk. En helemaal wat, met een man. Ja. Nu generaliseer ik wellicht. Ja. Maar ik zie hem ook nog helemaal kapot zitten. Dat hij zei, dus dat hij zo bij een psycholoog. Ik wou mijn gezin bij elkaar houden. Het kan er soms gewoon niet. Dan moet je je masker laten vallen. Dan stop een beetje slachtoffergedrag. En ga bewegen. Maar ieder zijn les. Ieder heeft zijn tempo daarin. Dus ik ben nog 3 jaar gaan trekken, eigenlijk min of meer aan een dood paard, omdat hij in zijn depressie verviel. We daardoor in de schuldsanering met z'n allen terechtkwamen in een kleinere woning, minder leuke buurt dan dat we hadden. En van €90 met z'n achten moesten leven per week. Zo. Dus toen, waar ik vrouwtje was en het mooie meisjeslang, bejubeld, zangeres, glitter, glamour, daar kwamen de lessen voor Irma opeens om de hoek. Die heb ik echt met beide handen, omdat ik met mijn rug tegen de muur stond, eigenlijk heb ik die opgepakt.
van, hij kon het niet meer. Ik heb deze buurt nog geregeld van dat ik tegen zo'n man zei van IJmeren van even tussen ons. Maar heb je nog meer nummertjes in de buurt waar ik kan kijken naar een huis? Nou, toen zag ik een hoekhuis en dat was in het voorjaar en ik zag een zwanennest met 6 jonkies voor de deur. Weer kippenvel. Hoe symbolisch. En dat ik dacht, ja, dit huis zou ik graag willen hebben. Dat was een modelwoning, moest een week wachten, maar dat, uiteindelijk werd het goedgekeurd. Maar wij konden elkaar niet meer vinden, Loek. Maar hij, en zonder daar lullig of afbreuk aan te doen, zeg maar, zich letterlijk, zei hij, lamgeslagen voelde. Van ik heb 26 vuurgevechten als commando overleefd. En een gietje van 26 bij het UWV gaat mij de les lezen. En zeggen met 6 jongens, oh, maar auto is luxe, is niet per se nodig. Dat je denkt, het is van de gekken hoe die bureaucratie en met dat soort instellingen en instanties werkt. En we ook dingen hebben meegemaakt met onze zoons, dat ze graag wilden labelen en zo. En daar is die tijger in mij naar boven gekomen. Mm. En dat ik, dat hij RTL 7 zat te kijken en ik klassieke muziek ging luisteren. En mijn boek begon te schrijven, The Voice of Leadership. Oh, en, maar dus daar gaan we dieper in op het boek. Ik wil even een klein stukje terughalen. Om te kijken of we dus inderdaad diezelfde lijn zetten. Want in die relaties kun je zeggen, ik noem dat wel spontaan, een gatenkaasrelatie. Daar bedoel ik mee, de gaten van de een worden opgevuld door de ander. Totdat je ontwaakt, bij bewustwording komt en denkt van, oh, dit is niet wat ik wil. Ik zoek een partner naast me die sterk is en dat we samen kunnen groeien. En jij zei op een gegeven moment, had ik het gevoel dat ik aan een dood paard trok. Dat betekent dus dat jouw bewustwording, die maakt een sprong, terwijl die van hem, dat doet niks negatiefs mee, maar van hem anders. Nee, ik ook niet. Je kon elkaar niet meer raken, niet meer bereiken. Nee. En dan ik ging toen mijn opleiding, coachopleiding doen, hè? En bij toen de laatste uitkomst. Dus dat viel samen met die bewustwording voor mij natuurlijk ook. Ja, precies. Ja. En dan word je gespiegeld dat je ineens dus ook geconfronteerd wordt met een leven gehad hebben dat alles kon, een leven gehad dat veel kon, en dan een leven krijgen waarin je alleen maar beperkt wordt. En dus dat je naar de voedselbank moet. En dat er mensen om je heen staan die volop bezig zijn met labels te plakken op je kinderen. Dus wat ik dan zie, het is ook de periode dat de leeuwin in jou wakker wordt. Die was er al, maar die wordt heel... Die was er al, maar dit... Ja, klopt. En die komt dan heel sterk naar voren van dat je vecht voor je kinderen, maar je vecht ook voor jezelf. En in die fase... Zag de lessen ook, Ja, maar is in die fase dat de geboorte van het boek plaatsvond? Ja, absoluut. Onbewust. Onbewust. Ik denk, onbewust. Ook weer dat naïeve meisje, hè, waar, als ik weer terugkijk naar het conservatorium, van jaloezie, dit en dat, vreemdgaan bestaat, dat heb ik nooit van gehoord toen ik 17 was, bij wijze van. Dus dat pure, wat dan wordt wakker gemaakt, en dat had ik nu weer, maar dan echt zeg maar een niveautje dieper, van zelfs de jeugdzorg, en dat had niks met thuissituatie te maken, met de school, die door inspectie van onderwijs zwak was bevonden. De directeur die er zat, was eigenlijk een hooggevoelig man. En die pakte ik ook wel eens beter op het schoolplein. Zei ik, gaat dat wel met je, Peter, weet je wel? En goed bedoeld, maar dat zet bij sommige mensen natuurlijk iets van, hey, wie is zij dan, weet je wel? Dat had ik helemaal niet door, want het was gewoon in mijn goede bedoelingen. Die jongens waren dan ook afgeleid in de klas. Of één ging op zijn buik bijvoorbeeld glijden, omdat de meisjes het totaal niet aankonden. Ik dacht alleen maar, spiritueel gezien, van... Ja, hij is overprikkeld. Hij moet zijn stress reguleren. Dat doet hij misschien wel door de aarde en even door de grond te kruipen. Zo kon ik er naar kijken. Maar die mensen niet. Weet je, dus toen hij een jaar jeugdzorg had, terwijl mijn ex, de vader van de kinderen, weg was. Dus ik stond overal alleen voor. Met mijn bekeken voelen van alle hoeken. Van mensen van peuterschool dus tot aan die school die eigenlijk niet goed functioneerde en niet gezond was meer. Alle shit wilde zij onder het vloerkleedje vegen. En die dachten, oh, Irma Lohman, de oudste is gediagnosticeerd met ADHD. Ze heeft er nog 5. Laten we die ook maar in een ochtendje met zo'n trucje die daar gaat zitten. En natuurlijk al helemaal eens ingefluisterd dat 3 van mij zogenaamd naar het speciaal onderwijs moesten. No fucking way. En sorry dat voor het woord. Excusez-moi. Maar ik heb altijd gezien, en ik zie het nu als cadeautje, dat ik dit heb moeten maken. Dus niet in de slachtofferrol van, waarom is dit me overkomen? Nee, ik moest dit in weer kippenvel. Want dit moest ik ervaren om te zien dat de wereld helemaal niet zo mooi is. En de directeur had ruzie met de directeur passend onderwijs, die zelfs met een groep
8, elke keer een theekransje, jongen. Echt, je wil niet weten. Met leugens. En waar de een dan zei, nee, het gaat beter met die en die. Met de andere dan gewoon glashard weer gebeld naar zo'n vrouw die mijn kinderen helemaal niet kende. Ik heb me echt angstig gevoeld in die tijd. En onmacht en gefrustreerd dat ik 2, godzijdank, goede vrienden, 1 met de coachopleiding ook, en nog een erg ontwikkelde man, die zeiden, Irma, we gaan je uit de shit trekken. Dit is een gevaarlijke organisatie. Dat moet ontward worden. Nou, ja. En het model dat in mijn boek staat over Erik Eriksen, veiligheid van kinderen, dat kreeg ik dan per post binnen. En zij moesten dan, die 2 vrienden van mij, beoordelen of het allemaal klopte bij mij, hygiëne, of ik goed was voor de jongens. Dacht ik, ga je tegen mij zeggen? Weet je wel, wel degene die hier mijn kinderen dan, hè, de contactpersoon van de jeugdzorg, die had zelf een kind met ADHD. En het moment waarop alles begon, zeg maar, en in gang werd gezet, was het moment dat ik tegen haar zei, ook weer vanuit wat pure, maar misschien niet slim, dat ik tegen haar zei, gaat het wel met je, Marion? Zei ze, ja, ik heb een tijd rustig aangedaan met mijn werk. Zei ik, oh, was je dan, zat je in een burn-out? Ja, dat vind ik gewoon een normale vraag. Maar ik kan me nu achteraf voorstellen dat iemand denkt, ga jij mij even vertellen met mijn functie, met het zogenaamde instituutje achter me. Ik had alles door. En, ja. En daar is mijn helderwetendheid steeds meer, klopte die. Ja. En ben ik daar gelukkig al 3-4 jaar uit en zo, maar dat wil ik nooit meer meemaken. Maar ik zie wel wat het met mij gedaan heeft nog steeds, ja, ja. Als de telefoon gaat. Dat je ergens toch een soort van licht trauma hebt van dingen die gewoon niet kloppen, maar ook hoe mensen met elkaar omgaan. En ik ben nog directeur van speciaal onderwijs. Die had een propje papier, of een papiertje met al mijn jongensnamen erop. Dave, Joey, Mike, Steve, Dillebo. En toen waren we klaar met die vergadering. Was eigenlijk zo gefrustreerd door die anderen, hè, ook. Dat hij een propje van maakte, gooide het gewoon zo naar boven en op de tafel. Van, nou, dat was mijn project Loman. Zo onrespectvol. En de dag van vandaag heb ik nog steeds, ik moet een keer naar die man toe om te zeggen, heb je doorgehad hoeveel ellende we kunnen hebben hierdoor? En dat er 1 jongetje van mij, ze moesten naar andere scholen. En ze werden, 2 scholen hoorden wel bij elkaar, maar ze wilden de broertjes uit elkaar, want er was zoveel over ons gezin gesproken. Hè? Zogenaamd moeilijke kinderen. Nou, het zijn de liefste, makkelijk lerende kinderen. Niks mee aan de hand. Ja. En alles werd zo onder een vergrootglas destijds gelegd, dat al mijn jongens eigenlijk al op die scholen zaten, behalve 1 van de mannetjes, de ene jongste. Onderzoek het mannetje. Hooggevoelig. Die zag vroeger kleurbolletjes, weet je. Ik kon dan ook magnetiseren om hem rustig te maken. Ja. En die, daar moest ik voor heen en weer op school. Omdat zij, ook al werd er gezegd vanuit de oude school, ja, nee, met hem gaat het nu beter. Bij de nieuwe school moest ik het zo waarmaken dat ze hem eigenlijk eerst naar een soort kabouterhuis wilden hebben. Ik zet geen drempel, ik ben van het ene af. Ik zet geen voet meer over de drempel bij een ander zogenaamd instituut. Waar kinderen, waar ik zeker van weet dat meer dan de helft daar zit, hooggevoelig is, waar niks mee aan de hand is. Maar waar wij als volwassenen tegenaan lopen, ja, dan word ik fel, dan word ik die tijger inderdaad. Omdat wij in die trek, omdat wij spiegel voor krijgen en dat oude systemen gewoon niet meer werken voor deze, ja, kinderen van deze tijd. Zie de coronacrisis. Nou ja, zo kan ik een uur praten, maar dat is, heb jij goed gezien dat hij het echt de tijger in me aangezet, maar ik ben nooit verbitterd geraakt. Kijk, ik kom nu al veel over, maar ik heb echt een moment dat ik echt van allerlei mensen hou. Laag, hoog, ik prik door systemen, ik prik door mensen, ik voel ze goed aan en weer denk ik nu, ik mag wat gaan noemen, man. Speciaal slag. Ja, waar ik toch benieuwd naar ben, is jouw hooggevoeligheid en dan jouw kinderen, die ik ook ervaar als heel hooggevoelig. Is er ooit vanuit het onderwijssysteem dat ze gewoon eens op huisbezoek kwamen, eens zagen hoe jij leefde met de kinderen? Is er ooit werk van gemaakt? Of was het alleen maar praten op school? En over praten. Ja, praten. Ja, ik ben en dan was Dave zelfs weggelopen via het dak bij een konijnenhokje in de school. Weet je, hoe onveilig kan je als kindje daar voelen? Weet je wel. En dan belde die directeur overspannen dat hij zei van... En dan zat Dave er gewoon na, zei hij, ik heb helemaal tabak van hem, kom hem maar halen. En dan had ik net die kleine uit een schooltje gehaald, die lag hier 's middags dan even te rusten. Zei ik, nou, dat moest ik weer aankleden, want het was 2. Dus die jongen, ze hebben ook best wel stress mee gehad en... Toch zijn ze er altijd goed mee omgegaan, omdat ik een hele open moeder ben. En ik leer hun al die lessen al. En ja. Mike zei laatst tegen mij, en dat vond ik zo mooi, zei hij, mama, weet je waar ik blij voor ben? Dat jij ons al zoveel vertelt, ook over relaties. Want, zei hij, het schiet ik bijna weer vol, zei hij. Want dan weten wij wat vrouwen leuk vinden of niet later. Ik vond het zo lief.
Ja, en ik wil niet mijn shit projecteren op hun en zo, weet je wel. Zij mogen ook zijn wie ze zijn en met een ander referentiekader. Daar, dat vertel ik ook altijd tegen hun. Maar ja, zij voelen natuurlijk ook heel veel. Dus. Ik ga even terug, want ik ben vroeger eerst onderwijzer geweest. Dus dit doet mij ontzettend pijn als ik zo'n verhaal hoor. I know. Hoe het school daarmee omgaat. Ik ben nooit zo'n onderwijzer geweest, want ik was de onderwijzer dus die op huisbezoek ging een aantal keren per jaar. Maar ik weet nog, ik heb dus een hoog sensitief kind in de klas gehad. En dat was een klassieke school, klassikale school. En toch verstoorde die op een bepaald moment, als de prikkels te veel werden, verstoorde die heel erg het klimaat. En ik ben gewoon met de ouders gaan praten, hoe gaan we daarmee om? En toen zei die moeder, eigenlijk het enige wat helpt is dat hij gewoon heel even alleen een kopje chocolademelk of zo zou drinken. En dan gaat het weer. Nou woonde hij vlakbij school, dus wat besluiten we? Oké, Erik mocht, wanneer het gewoon te veel werd, ging hij gewoon even naar huis. Nu zou je zeggen, absoluut onverantwoord. Hij ging even thuis een kopje chocolademelk drinken en kwam terug. Ja. Fantastisch! Maar ze hebben nooit een leerkracht gezien in mij die alles wist, want ik wist lang niet alles. Ik was een leerkracht die wel spontaan was. Ik kreeg regelmatig de slappe lach met de kinderen in de klas. Ik kon niet straffen op een onredelijke manier wat mijn collega's deden. Ga maar op de gang staan, want dan had ik. Dan was er altijd een andere reden. Ik wilde altijd weten waarom het kind ontspoort, of waarom voelt het kind zich niet veilig. Ik kan me herinneren, en dat kreeg ik onlangs terug, want het is een vrouw nu inmiddels van in de 50. Die schreef me onlangs een heel mooi briefje. Toen zei ze, goh, ik kom bij jou in de klas en ik was het kind wat enorm gepest werd. Binnen een maand was dat voorbij. En hoe kwam dat, zei ze, jij zette mij voor de klas, naast het bureau, met mij samen. En de kinderen mochten zeggen wat ze in mij bewonderden. En jij vroeg niet, waar heb je de pest aan? Nee, wat bewonder je in dat kind? En toen bleef het heel lang stil. En toen begon jij te praten, zei ze, wat jij bewonderde in mij. En toen begon het ene kind naar het andere kind. En dat is mij een ritueel geworden, dat ik elke week inlaste. Elke week was er een kind, of niet elke week, zeg ik hier. Elke dag had ik een kind heel even. Ik kwam naast me zitten, want ik had daar geen bureau, maar een grote tafel voor de klas staan. En dan was je maakt me aan het huilen. Ja, maar ik vond dat zo essentieel. En ik wil nog één dingetje als anekdote terughalen. En dan gaan we terug naar jouw boek. Ja. Ik was net onderwijzer. En tijdens de huisbezoek hoorde ik van een van de moeders dat ze maatschappelijk werkster was geweest. En toen vroeg ik aan haar, God, zou je mij eens willen komen observeren in de klas? Want wat ik heel moeilijk vind, ik heb de PA achter de rug. Ik mag les gaan geven, maar niemand controleert mij meer. En ik wil gewoon hebben dat mensen kritiek op me hebben. Want daar kan ik iets van leren. Feedback. En toen zei ze, oké, zeg maar wanneer. Ik zei, nee, dat zeg ik niet. Want als jij zegt, ik kom dinsdag om 10:00, dan maak ik een modelles. Jij moet onverwachts in die klas binnenkomen en kijken hoe de interactie is tussen de kinderen en mij en omgekeerd. Ja. Nou, ze is de eerste keer gekomen en ik ga s'avonds naar haar toe om te bespreken. En dit is een levensles die ik nooit meer zal vergeten. En ze ziet me, Mies heet ze. En Mies zei, Luc, ik had niet in de gaten dat jij zulke vooroordelen had. Ik zei, wat? Ik vooroordelen? En toen zei ze, ja, ik zie jou, de onderwijzer, die denkt, oh, die knappe kopjes, oh, die halen het wel in het leven. Maar het kind met een puisje, kind met snotneus, een kind dat er niet uitziet, kind uit de achterbuurt, die sluit je in je hart. Terwijl je die andere benen niet laat liggen. Ja. Ik heb zitten huilen als een klein kind, omdat ik realiseerde dat dit mijn oude pijn was. Ik als dat kleine jongetje. Ik was gewoon aan het projecteren, maar onbewust. Ja. En dit is voor mij zo'n belangrijke les geweest. En ik ben nu nog steeds bezorgd dat de mensen die het onderwijs ingaan, dat ze te snel koning en koningin voor de klas zijn en onvoldoende feedback krijgen van hoe ze handelen met die kinderen. Want daar is nog heel veel te doen, hoor. Daar is nog een slag te slaan. Ze zouden allemaal moeten beginnen met jouw boek te lezen. Ja, goed plan. Maar ook een beetje wel de... Ja, precies. Maar vaak is er wel feedback in het onderwijs, maar dan vooral cognitief gezien, hè. Maar niet die laag die jij zo mooi aanpakt.
over bewustwording en de spirituele kant zelfs. Van wat zien we niet, maar is er wel. Juist. En dat is echt een kunst dat mensen dat zien, maar we zijn zo van ons ziel afgesneden geraakt en niet meer echt voelen. Met die bewustwording eraan plakkende van waarom zeg ik dit zelf? Inderdaad, vanuit de eigen pijn. Ik riep ook wel eens tegen mijn jongen. Ik heb helemaal niet... Zeg ik erbij van, dat is mama's ding. Ik wil het niet op jou projecteren. Ik noem maar wat Joey zegt. Jij vindt het misschien wel geweldig als je elke avond iemand zou komen aanbellen. Van, even een wijntje drinken of een kopje thee halen. Ik moet er niet aan denken. Maar ik wil niet, doordat ik dat bijvoorbeeld heel vaak zou zeggen. Ze heeft gewoon een onderwerp, een willekeurig onderwerp, maar dat zij dat zo ingevreven krijgen, dat zij denken, oh ja, clubjes zijn niet goed. Ook onbewust kan dat ontstaan. Dus ja, ik probeer wel heel bewust te voeden. Ja. Maar ik ben ook die vriend die ik vind opvoeden ook een moeilijk woord. Ik zeg altijd, ik mag bij ze, naast ze lopen, om hen hopen dat zij de beste versie van zichzelf worden. Ja. En ik mag ze daar een beetje in sturen als het gevaarlijk wordt of als ze dingen nog niet doorzien. We hebben hier hele familievergadering. Als er dingen zijn, verleden week ook, zitten twee jongetjes te huilen uiteindelijk. Dan zeg je, kijk elkaar aan. Mike, hou jij van Joey? Ja, Joey, hou je van Mike? Pak elkaar beter en dan is het gewoon weer goed. Dat vind ik zo mooi. Ja. Maar je bent niet alleen opvoeder. Je bent veel meer een levensgids. Hè? Dat zouden ouders meer moeten beseffen. Ja, dat vind ik een mooi woord. Levensgids. Ja, je mag een tijd lang je kinderen begeleiden, maar ze zijn nooit je bezit. Ja. Eigendom, nee. Dat vind ik zo prachtig. Hé, nu terug even, want we praten steeds zijdelings over het boek. Maar nu even het boek. Heb je toevallig erbij liggen, je boek? Onder handbereik? My Bible. Had je nog een pony? The Voice of Leadership. Yeah. Vertel eens, wat wil je uitdragen met The Voice of Leadership? Ja, dat is dus ontstaan in een eigenlijk wat andere mensen waarschijnlijk als crisis zouden bestempelen. Dat je al 3 jaar voelt dat je je relatie gaat verliezen. Achteraf gezien denk ik ook dat dit even, dat moest er zo uit, zoveel info. Waar heb ik het in godsnaam vandaan? Ik heb al heel veel gelezen, maar toch mijn eigen sausje dan verweven. Ja. Ik denk dat het onbeperkt of onbewust een soort afscheidsproces was. En dat ik mijn zingeving heb gevonden in van hoe het wel zou kunnen. Hoe ik daar naar mensen en mensheid kijk en naar relaties. En naar vooral de relaties met zichzelf. Want toen ik die opleiding ging doen, toen mijn laatste jongetje eruit was, coach counseling, heb ik ook niet afgemaakt. En mijn lerares zei altijd van, jouw diploma zit in je hart. En ik had altijd zoiets, al die boeken doorlezen met, ik wil de issues lezen, de cases. Niet van wanneer Pietje, psychiater, in dat jaar iets ontdekte, een of ander model. Dat boeit me eigenlijk allemaal niet zo. Mm. Dus maar, dit moest eruit. En echt van de ene op de andere dag, en het was in juli 2013 ben ik het gaan schrijven. En in 2014 gingen wij in april uit elkaar. Toen was het min of meer voor 90% af. Zelfs nog een muziekmodel vanwege mijn achtergrond ingemaakt om die stappen die ik dan aanreik en instrument om hoger op de toonladder van het leven te komen. Dat is de ondertitel van het boek. In 5 stappen meer succes, zelfvertrouwen, geluk. En ik heb dat ook maar verzonnen dat ik dacht, oh dat moet toch wel. Je moet toch met iets komen, 5 stappen naar. En nu lees je heel vaak over van al die dingen van, als je dit doet, dan ga je gelukkig worden. Is het natuurlijk ook niet. Goed, destijds was het een mooie titel. En het zou ik misschien nu anders doen. Maar ik heb dat echt geschreven toen ik het lastig had. En de momenten dat de vader van de kinderen tv zat te kijken, zat ik met Classic FM dit uit te werken. En ik heb dat geloof ik in 1 middagje gedaan toen ik op het ras ergens zat. Van, oké, volgens mij moet ik een soort fundamentje hebben. De toonladder is eigenlijk natuurlijk 7 à 8 tonen. Daar kwam ik niet aan. Kon ik wel verzinnen, maar voor mij voelden de thema's, vooral zoals authenticiteit, talentontwikkeling, zingeving, spiritualiteit, dat voelde voor mij goed. En dan het 5e of 4e hoofdstuk, zeg maar, de instrumenten om dan daarmee aan de slag te gaan. Dus het werden er maar 5. En ik ben gewoon gaan zitten en gaan tikken. Een soort fundamentje gemaakt van hoofdstuk 1. Daar heb ik wel heel goed over nagedacht van, begin ik over zingeving, dat is je big why. He, als je naar Simon Sinek kijkt, die heeft het over je big why vinden. Is echt onwijs belangrijk. Maar er zit een stapje aan vooraf. En daar zie ik heel veel mensen toch ook in die business van persoonlijke ontwikkeling. Of het nou auteurs, sprekers of coaches zijn. Heel vaak lezen en horen we van, je kunt worden wie je wilt zijn. Dan denk ik, ja, is allemaal leuk en aardig. Maar dan willen we allemaal rijk en beroemd en macht en geld hebben.
Ja. Nee, er gaat een stapje aan vooraf. Wie ben je werkelijk? En dan eerst je ontdoen van de oude conditioneringen die je wellicht hebt meegemaakt van thuis uit, van school, van vroeger van de kerk, van hoe het zogenaamd hoort, wat zullen de buren wel niet denken, dat. Om echt te gaan nagaan van wie ben ik dan werkelijk? Als ik nu niks zou hebben, wie ben ik ten diepste? Ja, en dat vergt voelen. Ja, dat klinkt misschien raar. Voor mij was dat altijd wel toch dat pure meisje. Voor mij is het een soort van natuurlijkheid. Maar je ziet natuurlijk heel veel mensen in de loop van de jaren een masker op zijn gaan zitten. En soms weten ze het niet eens en zijn ze mee verweven. En dan is het wel heel moeilijk, lastig om dat weer terug te brengen. Want wat voel ik dan eigenlijk? En waar begin ik? Nou, en daarvoor, en dat zag ik natuurlijk met mijn ex. Ik krijg ik echt kippenvel, dan weet ik dat het klopt. Ik weet dat pas sinds een half jaar, dat ik altijd zei van ja, ik vind het gewoon belangrijk, je big why, want dat houdt je overeind als je weet hè, waar je heen gaat. Als je een doel hebt, zo'n stip op de horizon en waarvoor je opstaat. En dan in subdoelen ga je dat waar proberen te maken. Maar er zat nog een laag dieper bij mij en daar, ja, dat vond ik wel mooi toen ik erachter kwam, maar een half jaar geleden. Ik dacht eigenlijk vanuit mijn pijn. Want dat mijn jongens nu, en ik ben er heel content mee hoor, en zo nu, en het zijn ook geen zielige jongetjes, want ik bedoel, de helft van Nederland is gescheiden, laten we eerlijk zijn, van de wereld. Ja. Daar hebben ze ook een les uit te trekken, maar het is wel zo dat hier geen manpersoon is. En ja, je hebt 6 jongens, dus hoeveel mannelijkheid en testosteron kan je in het huis hebben? Ik ben het vrouwtje, ja, ik heb ook mijn mannelijke kant ontwikkeld, juist door oppakken waar het niet gedaan werd meer. Niet alleen maar vrouwtje, een beetje mooi kijken en lachen. Ik heb ook echt de klappen van de zweep gehad en dat maakt dat mijn vrouwelijke en mannelijke kantje vrij aardig in balans is. Dat wil je ook meegeven aan je kinderen. Ja. En dat boek is echt, en dat ik mensen wil helpen vanuit toch ergens het gemis wat natuurlijk dagelijks is van... Ik vind het jammer, dat is het woord. Ik vind het jammer, ik had het de jongens gegund dat er een vader hier zou zijn. En ja, ze hebben een vader en die is niet weg en die zien ze om de paar weken en zo. En het contact is oké, en ook tussen hun. Maar ik had het mooi gevonden als we met z'n allen later aan een grote tafel zaten. Zo'n Italiaans tafereeltje met de big mama en de papa. En zo'n soort godfather gevoel met allemaal kleinkinderen huppelend om de tafel met je 6 zoons. Het is niet zo. Nee. En het zegt niet dat er geen levenslust meer kan zijn. En dat je niet juist kan leren om wat je misschien nu niet hebt als kind ook, om dat juist te gaan bewerkstelligen. En dat het jou drijft om dat wel later bijvoorbeeld te kunnen realiseren voor jouw dierbaren. Maar dat is wel de reden dat ik mijn boek onbewust heb geschreven. Aha. En daar kwamen thema's. Ik weet nog dat jij tegen mij zei van, je weet toch dat je bronnen moet vermelden. En dat ik zoiets had van... Oké, ja, dat Erik Eriksen en ik had nog iets. Maar de rest, en dat vind ik altijd leuk om te zeggen, dat klopt natuurlijk. Die heb ik gewoon uit mijn duim gezogen. Maar ik heb echt wel een lijntje tijdens dat boek gehad met ja, ik noem het hogere in mijzelf. Ja. Het spirituele. En ik schreef in flow en dan zat ik weer van de valk. Of dan zat ik weer in een kroeg met mijn oordopjes in. De ene keer met trendsmuziek, de andere keer met Gregoriaanse gezangen. Ook heel breed, er zit een top 100 music playlist natuurlijk in. Met 50 klassieke werken, viool, piano concerten. Maar ook George Michael met Jesus to a Child. Ja, of Anita Adams en Celine Dion en jazzdingen. Dus ja, die verschillende facetten, op een of andere manier moeten die altijd in wat ik doe. Ik heb ook 3 honden gehad, 3 katten, het 6 jongens. Het less is more is niet aan mij besteed. En dan heb je natuurlijk ook de mensen om je heen die zeggen, qua businesslike. Ja, dat mag niet en dat kan niet en je mag niet zo vaak posten. En dan denk ik... Ja, wie heeft dat verzonnen? Dan ben jij toch ook maar gewoon. Of iemand die dat ooit heeft gezegd. Ik luister echt. Ik heb echt naar die eigen voice van mijzelf leren luisteren. Ja. En dat wil ik nu echt gaan uitdragen. Omdat ik denk dat mensen daar baat bij hebben om... Skip de bullshit van anderen. Of als het niet bij jou past. En als je mensen niet daar pijn mee doet. Ga jouw ding doen. En ga je weten wie je bent. Ga dan ontdekken wat je echte talenten zijn. Dus niet dat je vader zei, stop maar met de kunstacademie tekenen, want dat levert niks op, jongen. Dat. En waarom doe je de dingen die je doet? En dan haal ik aan wat jij zo mooi zei net, van hoe ga je jouw grote talenten, jouw big why, jouw gifts inzetten ten goede voor een groter, hoger doel, voor anderen in je kleine familie, mijn moeder die de beste oma wil zijn, is voor mijn kinderen en hun echt, dat geeft haar zingeving.
ik heb het als ik op het podium sta of als ik praat zoals nu. En een ander die of voor de gemeente of in het land. En misschien nu met het coronavirus gaat. Dat zijn juist de andersdenkende en voelende. Die nu het vaccin waarschijnlijk gaan ontwikkelen. Dat gaan niet de kinderen en de mensen leren die DSDMD uit hun hoofd hebben geleerd. En alleen maar een tunnelvisie hebben. Dan hebben we andere mensen nodig. Ja. En kunstenaars. En daarom lachen we. En daarom zitten we hier dat we hebben. Ja, ook mijn jongens. Kom niet aan mijn jongens. Maar ook niet aan al die kinderen waar zogenaamd wat mee is. Mm-hmm. Loep, een paar dagen geleden zag een hele mooie documentaire over jongens die krijgen zeg maar een tweede kans bij de Nieuwe Hoop of de Nieuwe Kans in Rotterdam. Dat was zo mooi gedocumenteerd. Zie je echt twee jongens tegenover elkaar staan, die moeten leren samenwerken. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal met hun pijnplekken helemaal niet. Dus ze stonden de twee letterlijk als kemphanen tegenover elkaar. Tatoeages in de nek en zo. En dan, ik zit met een van mijn jongens en dan zit ik te brullen. Omdat ik dan zo voel, deze jongens hebben... En dat deden die mannen daar heel goed hoor, hun begeleiden. Maar dan zie ik ook een interviewtje zeg maar, met de vrouw die zegt van... Ja, waarom zou je denk je dat ik jou moet aannemen voor deze baan? Waar ben jij nou goed in dan? Dat ik dacht, oh, dat toontje, ik kan me zo niet tegen. Ja. Weet je wel, dat je zo met mensen en dat soort zogenaamd moeilijke jongeren omgaan. Ja. De hele gevangenis zit vol met hooggevoelige. En ze hebben gewoon een shitjuich gehad. En ze hebben heel wat anders nodig om zielscontact, kom je binnen bij die gasten? Want die zijn het vertrouwen kwijt. Wie ben jij als bureaucratisch Haags wijfje die zegt... Ja, dan was je verleden week. Je was te laat van de afspraak. Bling, bling, tanden. Dat boeit die mannen toch helemaal niet? Je moet op zielsniveau met je medemensen omgaan. En of dat nou op de werkvloer is, op scholen of nu in de politiek. Hè? Ik snap ook dat Rutte het heel moeilijk heeft. Aan de ene kant wil je dit zeggen, aan de andere dat. En alle ogen zijn op jou gericht. Maar het gaat... om de goede intentie en ja, die bewustwording. En hoe breng je dat naar buiten? Met de juiste toon, dat je ook anderen mag inspireren daarmee. Dat is denk ik waarvoor we hier op aarde zijn. Je geeft zo mooi aan wat het inderdaad... het gaat om de essentie. Want ik dacht van, in die woordenstroom moet er even niet tussen komen. Ja, sorry. Zo bevlogen. En die bevlogenheid van jou... is misschien ook af en toe een beetje je valkuil, want daarin zit ook een stukje, een soort prediker in jou. Je wil zo die ander wakker schudden. Maar hoe mooi je bent, gaat zien. Maar ik ben zelf opnieuw op het ogenblik ook aan het schrijven weer, en heb gewoon even over het begrip ontwaken. Niet iedereen ontwaakt in onze samenleving. Nee, en als je ontwaken letterlijk oppakt, dan kun je op een natuurlijke manier ontwaken. Je wordt al elke ochtend om 8 uur wakker. Er zijn mensen die een wekker nodig hebben. Een ander moet eraan gerukt worden. Zeg, je moet uit bed. Zo zie ik dat op spiritueel niveau precies hetzelfde. Ja, soms moeten mensen eerst lijden doormaken voordat ze denken... Het is niet normaal wat ik aan het doen ben. Ik voel me hartstikke ongelukkig, maar ik heb dit wel zelf gecreëerd. En dan... Ja. En ik gebruikte dat vroeger ook al als onderwijzer. Ik liet dat kinderen gewoon heel plastisch zien. Dan nam ik een ui mee naar school en die sneed ik doormidden. En dan zei ik, dit zijn we. En kijk nou eens naar het middelste van die ui. Dat is een heel mooi klein blank stukje. Dat zijn wij dus allemaal. Ja. Dus nu zou ik zeggen, dat zijn weer de essentie. Maar meteen dat laagje eromheen, dat is het gezin waar je bent. Dat laagje eromheen is de familie. Is de straat waar je woont, de stad waar je woont. De school, de kerk, en noem maar op. Ja. En dan, ik vergeet nooit meer dat een van de... Er was een meisje, was zo'n schattig kind, maar zo wijs. Mm. En die zei, op het eind van dat ik zo'n heel betoog had gehouden, zei ze, meneer, moeten we allemaal dan weer naar de kern van de ui gaan? Ik zei, ja, daar gaat het om. En die had het echt begrepen. Iedereen pakt het op natuurlijk wat ze op dat moment op kunnen pakken. Ik wil je toch nog vragen of je eens een keer, als je tijd hebt, eens een keer wil luisteren naar het lied van een Brabantse troubadour, Gerard van Maasakkers. En hij zingt een prachtig lied, het is helemaal op jouw lijf geschreven. En dat heet Bloempjes zijn rood. En de kern van het liedje is, en het heeft me destijds zo geraakt, ik heb daar zo om moeten huilen, dat een klein kind gaat naar school... En kom bij een juf in de klas en de juf zei, we gaan bloemen tekenen. En het kind begint te krassen, alle kleuren door elkaar. En is hartstikke trots. En de juf zei, nee, dit zijn geen bloempjes. Bloempjes zijn rood en blaadjes zijn groen.
En dat kind, ja, ja. Nee, juffrouw, dit en dat, maar nee, hij moet op de gang, want hij voldoet niet aan haar eis. Oh, vreselijk. Ja, dan gaat het kind naar de tweede klas en daar ontmoet hij een echte pedagoge. En de leerkracht geeft de opdracht, we gaan bloemen tekenen. En hij tekent keurig bloempjes, rode bloempjes met groene blaadjes. Waarop die leerkracht zegt, maar bloempjes, dat zijn toch overal? Dat is één groot veld met bloemen. En dan zegt het kind, nee, bloempjes zijn rood en blaadjes zijn groen. Maar andere woorden, het kind is volledig binnen een jaar geconditioneerd. Ja. En doet wat anderen van dat kind verlangen. En, dat is, en eigenlijk is dat de grote pijn, vind ik, onze samenleving op dit moment in zit. Klopt. We doen precies wat anderen van ons verlangen, zonder te wachten. Ja. Waar zit onze kern? Wat is onze essentie? Lieve Irma, we zouden nog uren kunnen praten, maar ik moet ook rekening houden met de tijd. Kom, alles goed, we gaan nog uren door. Ja, nee, ik snap het, nee. Ik vond het een geweldige ontmoeting met jou. Ik ben je heel dankbaar. Je bent heel openhartig geweest. Ik jou ook. En ik jou ook, Luc. Ik vind het heel fijn om straks onder jouw video ook jouw boek te vermelden en je website en e-mail, net wat je wil. Dus ik ga dat dadelijk even aan jou schrijven, dus dat je mij dat terug kunt sturen. Krijg je terug. Want dan ga ik de video bewerken. Ik wil je nogmaals hartelijk danken voor deze mooie Mag ik jou ook danken, Luc, voor de mooie dingen die je doet. Ik heb echt diep respect voor jou hoe je dat doet. Ook met al jouw lessen en hoe je dat overdraagt naar mensen. In je licht en liefde blijft. En het resoneert heel erg. En vooral op dat vlak waar we het over hebben met de mens. Dat we gewoon onszelf moeten leren zijn. Of mogen leren zijn waar we ook staan en het goed is. En in de hoop dat we allemaal het beste gewoon onze volle potentieel kunnen benutten. En ik ben blij dat de mensen zoals jij zijn ook. Die daar vertrouwen in hebben. En die dit soort mooie dingen doen. Daar wil ik je echt voor danken. Dus ik was heel blij dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Dankjewel. Hey, en tot heel binnenkort weer. Hè? Is goed. Bye bye. Bye bye. Bye.